Een 29-jarige inbreker uit Polen dacht de politie in de nacht van woensdag op donderdag een til van zich af te schudden door zich te verstoppen onder een bestelbus. Agenten troffen hem echter al snel aan. De inbreker wilde toeslaan aan een woning aan de Visserstraat, maar hij werd overlopen door de bewoner. Na de melding zagen agenten de man in de buurt van de kijk uitlopen, waar ze hem eventjes uit het zicht verloren. Daarna vonden ze de man liggend onder een bestelwagen. De inbreker is aangehouden en ingesloten op het politiebureau.